Het is mij een bijzonder grote eer om hem aan te kondigen. Niet alleen maar omdat het een para-atleet is, een paralympier is, maar voor mij ook een voorbeeld is die het als levensmissie heeft gemaakt om andere mensen te helpen. Dames en heren, Kees-Jan van der Klooster. Veel plezier. In 2008 ben ik KJ Projects begonnen. We zijn rolstoelvaardigheidstrainingen gaan geven. En ik kan met trots zeggen dat inmiddels de rolstoelvaardigheidstrainingen die wij geven aan kinderen de eerste rolstoelvaardigheidstraining is die wetenschappelijk bewezen effectief is. In 2017 is het idee ontstaan om het Wheelchair Skills Team op te zetten. En in het kader van dat Wheelchair Skills Team ga ik niet meer verder in mijn eentje met deze missie, maar gaan wij met Paralympische atleten verder om deze missie voor te zetten. Hoi, ik ben Kees-Jan van der Klooster. Sinds mijn 23ste ga ik door het leven in een rolstoel. Het is natuurlijk niet leuk als je te horen krijgt dat je de rest van je leven afhankelijk bent van een rolstoel. Maar eigenlijk heb ik me al vrij snel voorgenomen dat als ik dan toch afhankelijk ben van een rolstoel, het mijn beste vriend moet worden. En ik heb geleerd dat als je veilig en vertrouwd met je rolstoel bent, er een hele wereld voor je open gaat. Het is natuurlijk niet leuk wanneer je te horen krijgt dat je voor de rest van je leven afhankelijk bent van een rolstoel. Maar dat betekent niet dat je niet iets leuks van je leven in een rolstoel kan maken. Legende Aaron Fotheringham is het levende bewijs dat je veel meer kunt met een rolstoel dan de meesten dachten. Niet iedereen heeft direct gevoel voor de rolstoel. Dit moet je opbouwen. Door rustig je vaardigheid op te bouwen en je controle over de stoel te krijgen, leg je de basis voor een wereld met minder drempels voor jou. Als je in een rolstoel zit, is het wel zo fijn wanneer je zelf prettig mee kan rollen. Waarschijnlijk rol je ook al veel zelf, maar hoe beter je erin bent, des te makkelijker wordt het om over straat te rollen, waar niet alles even glad en strak is. Een op jou aangemeten actieve rolstoel en een goede roltechniek is daarom erg belangrijk, omdat je zo de minste energie verbruikt, je spieren juist gebruikt en hierdoor minder kans hebt op schouderklachten. Kijk, als je dit nog niet gedaan hebt, ook het filmpje met de uitleg over de rolstoel om te weten wat een rolstoel een goede actieve rolstoel maakt. Wat wij doen, wat het verschil maakt, wij van het Wheelchair Skills Team zorgen dat mensen in hun kracht komen te staan door middel van rolstoelvaardigheid, maar vooral door ons verhaal en door naast de mens als mens te gaan staan.